van Nazareth, hier volgt een bevel van keizer Augustus. Iedereen moet zich laten inschrijven. Doe dat in de stad waar jouw familie vandaan komt. Inwoners van Nazareth, hier volgt een bevel van keizer Augustus. Alle inwoners van het Romeinse Rijk moeten geteld worden. Ga naar de stad van je familie om je in te laten schrijven. Inwoners van Nazareth. Deze oproep horen alle inwoners van het keizerlijke Rijk. Een keizerlijk bevel mag niet genegeerd worden. Veel inwoners van Nazareth gaan op weg om zich te laten inschrijven. Ze maken zich klaar voor hun reis en verblijf in de stad waar hun familie oorspronkelijk vandaan komt. Ook Jozef moet op reis. Omdat hij komt uit de familie van koning David, moet hij naar Bethlehem, de stad waar deze legendarische koning werd geboren. Jozef reist samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger is. Ze zijn op weg gegaan van hun huis in Nazareth, in het noorden van Israël, naar de stad Bethlehem, dat vlakbij Jeruzalem ligt. Ondanks dat Maria aan het einde van haar zwangerschap is, hebben ze gehoor gegeven aan de keizerlijke opdracht. De reis is intensief en duurt dagenlang. Eindelijk komen ze aan in de stad Bethlehem. Het is er druk, vanwege alle mensen die daar ook zijn om zich te laten inschrijven. Mensen, dieren, marktlui, spelende kinderen. De straten zijn overvol. Zo ook de hotels en de herbergen. Maria en Jozef moeten een plek zoeken om te overnachten. De hoogzwangere Maria merkt dat het niet lang meer zal duren voordat de baby geboren zal worden. Ze zal hier, in Bethlehem, haar baby ter wereld brengen. En daar, ergens achteraf en door de meeste mensen niet opgemerkt, wordt Gods zoon geboren. Jozef en Maria noemen hem Jezus. Want, zo had de engel tegen Maria gezegd, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David ook koning was. Maar aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.